Ik schiet het best wel vaak. Nederlanders krijgen steeds later en steeds minder kinderen. Onze bevolking krimpt, maar de populatie groeit. Maar enkel nog door immigratie. We zien nu al dat in onze grote steden dat Nederlanders in de minderheid zijn. Nederlanders hebben Nederland niet verlaten. Maar Nederland heeft wel de Nederlanders verlaten. Of beter gezegd, jullie hebben de Nederlanders in de steek gelaten. Iedereen hier is bezig met huisvestingsfondsen, miljoen woningen bouwen in 10 jaar. Maar niemand durft te benoemen waarom dat überhaupt nodig zou zijn. Als jullie en jullie partijen niet 50 jaar lang de halve wereld hierheen hadden gehaald, dan zouden we niet in deze problemen zitten. Ja, deze partijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA, zijn verantwoordelijk voor de ondermijning van ons land en onze bevolking. 4 miljoen mensen werden hierheen gehaald. 4 miljoen. Eerste heer Boulakjaar. Ja. D66. Dank u wel, voorzitter. Wat ik hier vandaag hoor is echt weer een dieptepunt in deze Kamer. Er staat een collega parlementariër die even bepaalt wie hier ofwel Nederlander is. Echt schandalig, dat wil ik even gemarkeerd hebben. Maar ik wil hem ook vragen wie volgens zijn definitie dan Nederlander is. Collega Julia Kat, Nederlander. Jorien Wuid, Katy Piri, Hedy Markzo, Vera Bergkamp, Khadija Riep, al die fantastische mensen die zich dagelijks inzetten voor dit land. Bepaalt u, bepaalt de heer Jansen, of zij ofwel niet ofwel Nederlander zijn? Heer Jansen. Net wat met elkaar bepalen. Ja. En ik denk dus dat hoe mensen zich opstellen, dat heeft daar een hele grote rol in. Maar ik vind wel dat hier een heel schijnheilig debat wordt gevoerd. Ik vind het heel erg schijnheilig. Nu gaan we ook, oh, we hebben weer een van bingo kaart. Oeh, we hebben weer afstand genomen en zo. Ja, we moeten het hier een keer over gaan hebben. Als wij willen dat Nederland blijft bestaan in de komende honderden jaren, dan moeten we het hier over hebben. Wij dreigen minderheid te worden in ons eigen land. Dat gaat er gebeuren. En als we dat niet gaan onderkennen, gaat het ook gebeuren. Nee, ik ben ervoor dat ze teruggaan naar hun land. Ja, waar ze vandaan komen. En ik vind ook dat we moeten kijken, de permanente verblijfsvergunningen die we de afgelopen 15 jaar hebben uitgegeven, of we die moeten herzien. Maar ze moeten gewoon...